Zo, welkom terug allemaal. In de video van vandaag gaan we HDR-opnamen bespreken. Eerst en vooral, wat zijn HDR-opnamen en daarnaast ook, hoe kun je een HDR-opname maken? Ik zal onder andere schermopnamen maken van dit Android-device, maar ook als ik op de computer met Lightroom aan de slag ga, maak ik daar ook een schermopname van. Maar voor we echt een HDR gaan maken, zal ik eerst de tijd nemen om uit te leggen wat een HDR juist is. Dus een HDR-opname, HDR staat voor High Dynamic Range en slaat op het feit dat je eigenlijk een foto creëert met een extreem hoge of een extreem hoog dynamisch bereik. Als we meteen al mijn scherm even delen van de foto op dit device, dan kan ik u uitleggen wat eigenlijk dynamisch bereik juist inhoudt. Dus je ziet hier bijvoorbeeld in deze foto dat alles onderaan in beeld, de grond, eigenlijk wel vrij goed belicht is. Misschien een tikkeltje aan de donkere kant, maar op zich goed belicht. Maar dan de felle delen van de foto, zoals bijvoorbeeld de lucht hier bovenaan, maar vooral ook de koplamp, zijn duidelijk overbelicht, waardoor dat je detail verliest. Dus eigenlijk zie je hier alleen nog maar witte delen. Terwijl dat er in realiteit zit er in die koplamp natuurlijk ook een halogeenlamp, een volledige structuur. Een dynamisch bereik is de mogelijkheid van een camera om zowel hoge, felle lichten, zoals die lucht en die koplamp, weer te geven samen met donkere onderdelen in uw foto. Zoals hier in dit geval de grond, waar dan bijvoorbeeld nog donkerder is hier het motorblok. Er zijn twee manieren om dat probleem, waarbij dat die camera in dit geval duidelijk niet in staat was om dat volledig bereik te gaan registreren. Er zijn twee manieren om dat op te lossen. We zullen misschien heel snel op het device eerst laten zien. Dus dit is nu de Photos app. De Google Photos app, dus een Android device. Als ik die foto open in Snapseed. Snapseed is ook een programma van, of een app van Google uit. Voor het bewerken van foto's. En dan zie je dat je daar een aantal opties krijgt. Zoals bijvoorbeeld de filters. Dus op het potloodje. HDR. Dus dit is nu een filter heel specifiek voor het simuleren van een HDR-foto. En als we dit nu op het maximum zetten, dus je kan door te swipen opzij de gradatie van de filter aanpassen, dus dan zie je al een klein beetje het effect van wat HDR juist doet. Dus je ziet dat in de lucht iets meer detail te zien is en ook in de koplamp een heel, heel klein beetje meer detail. Als je die filter volledig terug uitzet, dan zie je wel dat dat verschil eigenlijk miniem is. Wat dit doet is echt een filter, dus het simuleren van wat HDR-opnamen doen. En HDR-opnamen zien er inderdaad wel vaak, zeker als het een overdreven HDR-bewerking is, op die manier uit. Als ik dit nu opsla, dus laten we dat als voorbeeld nemen voor wat een HDR-foto is of voor hoe die er vaak uitziet. Maar we gaan wel gebruik maken van de computer om nu een correcte HDR-opname te maken. Dus nu ga ik even over op de computer om daar de opname verder te zetten. Ik heb hier de verschillende foto's in Lightroom al geïmporteerd van die dag. Dus dat zijn de foto's die ik toen gemaakt heb. En je ziet bijvoorbeeld, als we even in Library, we zitten in Library, dat zie je hier. Als we even in Library de verschillende foto's overlopen heel snel, dan zie je hier bijvoorbeeld dat er in de lucht weinig detail is. Maar dat de motor op zich wel vrij goed belicht is. Iets aan de donkere kant, hier hebben we iets te weinig detail. Maar dat is er gemakkelijk terug uit te halen door de exposure gewoon aan te passen. Dit zijn, in de andere richting natuurlijk, dit zijn RAW-opnamen. Dus je ziet dat hier nu, dat is al te veel naar mijn zin. Je ziet dat hier nu detail verschijnt in die zwarte. Maar dan hier die lamp, om daar detail in te krijgen, moeten we eigenlijk gaan onderbelichten. En dan zie je nu, hier zie je nu al detail van wat er in die lamp juist bestaat. Nu, op zich als je een opname maakt en je bent van plan om er een HDR-opname van te maken, dan ben je eigenlijk best dat je meteen drie opnamen maakt. Een opname die onderbelicht is, een opname die goed belicht is en een opname die overbelicht is. En dan kun je van die drie opnamen de beste delen samenvoegen om tot een echte HDR-opname te komen. Nu, een alternatieve techniek, dus als je niet die drie opnamen gemaakt hebt, dan kan je ook vertrekken vanaf een RAW-opname. Dus in het geval van Fujifilm is dat hier die RAW. Hetgeen dat hier staat, dat zijn RAW-opnamen. Laten we snel even naar de foto gaan. Ik heb die gelegd, dat was deze. Dus dit is de foto die we eigenlijk gingen bewerken. In ons geval hebben we nu een RAW-opname en je ziet dat ik eigenlijk
vrij donker belicht heb, omdat de sensor meer last heeft met overbelicht onderdeel, dus wat hier de lucht is en die koplamp, daar gaat hij sneller details in verliezen dan in donkere delen. In het donkere kan je meer terughalen. Nu, de techniek om vanaf een RAW-bestand toch 3 opnamen met verschillende belichtingen te bekomen, dus eigenlijk wat bracketing genoemd wordt. Bracketing is het maken van een 3 of 4-tal of meer foto's snel achter elkaar, waarbij dat er één bepaalde instelling wijzigt, bijvoorbeeld de belichting. Zoiets doe je typisch ook op statief, zodat de bekomen foto's zoveel mogelijk op elkaar gelijken. Als we nu vanaf deze even 2 virtuele kopies maken, dus wat is een virtuele kopie van een foto in Lightroom, is gewoon, je hebt nog altijd maar 1 Lightroom foto, een RAW bestand, dat is deze, die eerste. Maar er worden 2 kopies van gemaakt. Dat zijn virtuele kopies, omdat er op je harde schijf wel nog altijd maar 1 RAW-bestand staat. Als je die allemaal verwijdert en je verwijdert ook het origineel, dan zijn ze eigenlijk allemaal weg. Het ene wat Lightroom doet, en je ziet dat ook aan dat driehoekje hier, aan dat flapje, is een kopie maken van de instelling die je toepast op die foto. Dus deze zullen we hier in deze situatie zien we vrij goed detail in de lichte delen. Ik kan die nog een klein beetje donker zetten. Ja, zo zie je echt helemaal dat er echt wel structuur beter in die lamp zit. Zo misschien zelf. De andere foto, die belichten we gewoon vrij neutraal. Laten we die zo belichten. En dan de derde foto. Omdat we hier met RAW-bestanden werken, zie je dat we echt wat flexibiliteit hebben. Die gaan we gaan overbelichten. Zodat we, en hier zie je, vooral in die zwarte ook weer terug detail krijgen. Dus nu is dit allemaal uitgevreten wit. Heel die lucht is uitgevreten bij die opname. Maar we hebben wel detail in alle zwarte en de donkerste delen van de foto. Dus dan hebben we nu 3 opnamen. De donkere, waarbij dat vooral de lucht goed belicht is. Een neutrale foto. En dan een overbelichte foto. Of beter een foto waarvan dat de motor een tikkeltje overbelicht is, maar de lucht dan volledig uitgevreten. Als we die nu alle 3 gaan selecteren, dan kunnen we hier bij Foto Merge HDR kiezen en dan krijgen we de optie om een aantal instellingen te doen. Standaard zal die auto-align aangevinkt staan. Wat dat eigenlijk doet, is het in het geval dat je verschillende foto's maakt, dan kan het zijn dat je statief, dus dan moet je natuurlijk wel op statief doen, als je het uit de hand doet is het helemaal hopeloos. Maar dan kan het zijn dat er een klein verschil is door de wind of door een andere kleine beweging tussen de verschillende foto's, en door die auto-align te selecteren gaat Lightroom dan voor u op zoek gaan naar de juiste alignment van de foto's. Nu, omdat we van dezelfde foto vertrokken zijn, heeft dat op dit moment geen enkele zin, want we hebben geen verschillende alignment. Dus we kunnen die auto-alignment afzetten. Die autotone, die hebben we wel nodig. Dat gaat eigenlijk het HDR-effect gaan toepassen. Als we dat afzetten, dan zie je dat hij gewoon alle foto's op elkaar plaatst en geen keuze maakt tussen licht en donkere delen. En dan is er nog een derde optie, de deghosting. In dit geval staat dat uit. De tip is van zo laag mogelijk te beginnen. In ons geval opnieuw hebben we dat niet nodig, omdat we van dezelfde foto vertrokken zijn. Maar als je echt 3 verschillende foto's neemt en er speelt bijvoorbeeld wind in de bomen of er is een ander onderwerp op de foto dat toch een klein beetje beweegt, dan kan het zijn dat je die verschillen in beweging, dat je die hier als een soort van ghosting effect op die foto te zien krijgt. En dan is het met deze opties dat je die ghosting kan verwijderen. Dus opnieuw in ons geval niet van toepassing. En om af te ronden moet je eigenlijk alleen nog maar je foto opslaan. En dan zie je hier in Lightroom dat de foto samengevoegd wordt. En als het goed is, krijgen we dan hier na onze selectie van 3 foto's de nieuwe foto. En dit is de HDR foto. En dan zie je dat je een vrij goed belichte foto krijgt. Je kan daar nog een klein beetje mee gaan spelen via de develop module hier. Maar vooral als je gaat gaan vergelijken met de foto die we op het device hadden verkregen met die Lightroom, beter met die Snapseed filter, dan zie je wel dat het in tegenstelling tot die filter die gewoon wat effectjes toevoegt, dat we echt een groter bereik krijgen. Dus we hebben nu zowel de grond hier als het blok en de motor, de zwarte delen van de motor, goed belicht. De lucht hebben we ook nog detail en we zien zelf in die lamp, in die koplamp, nog duidelijk detail. Dus om samen te vatten, wat is HDR? HDR is een foto waarbij dat we van verschillende opnamen, al dan niet virtuele opnamen, alles gaan samenvoegen om het dynamisch bereik van een foto te gaan vergroten. Dus dat is hetgeen dat je hier het resultaat. En laat u niet foppen door zogenaamde HDR-filters.
Want die gaan alleen maar gaan simuleren wat HDR vaak inhoudt. En de reden dat die HDR-foto met die filter van Snapseed er zo vreemd uitziet, is eigenlijk omdat veel mensen die HDR gaan toepassen, daar veel te extreem in gaan. Dan is eigenlijk veel HDR-foto's te zien waarbij dat je extreem veel details gaat zien. En dat is meer wat die Snapseed-filter probeert te simuleren. Dus het overdreven toepassen van HDR. In dit geval zie je met moeite dat we HDR toegepast hebben. Dat was het. Hopelijk was dit interessant. Als je vragen hebt, laat zeker iets weten. En tot de volgende.